Ja, ik denk dat we op dit moment zoveel muziek hebben dat we beter kunnen jatten uit het verleden dan dat we nu iets slecht moeten bedenken. Soms dan is een stuk zo goed geschreven dat je het naar mijn mening best mag gebruiken, zolang je het maar vertaalt in je eigen klank. Zo heb ik ooit een hele Bach-partita gejat, of nee, het ritme dan. En dat heb ik toen volledig aangekleurd met klanken van percussie die ik heel mooi vond. Het is een beetje dan als dat je vroeger een boekverslag jatte van scholieren.com en vervolgens alles in je eigen woorden neerzette. Wat geloof ik iedereen nu nog steeds wel doet. Dus ik denk dat zolang je het in je eigen woorden zet, in je eigen taal zet, het alleen maar op een positieve manier aan je muziek kan bijdragen.